Ja, ik ben hier dus in De Doelen in Rotterdam. En komende zondag ga ik daar samen met Remco Vrijdag een voorstelling spelen. Die heet Willem en Wolfgang. Kijk, en dat gaat plaatsvinden in deze zaal. Kijk. En nu ben ik dus op zoek naar Remco. Omdat ik even met hem moet bespreken hoe we het komende zondag ook alweer precies gaan doen. En volgens mij hoor ik hem al op de achtergrond. Remco? Jee. Remco, hi. Hi. Ja, ik was op zoek naar jou. Ja, jij was op zoek naar Mozart. Ik was vooral op zoek naar jou eigenlijk. En toen kwam je bij mij, ja, snap ik. Dat klopt, want wij gaan zondag hier spelen. Ja, we gaan zondag... Ik was net aan het vertellen aan de kinderen en de papa's en de mama's. Ja. Er wordt dus ook nog... De rol van Willem moet ook nog worden gespeeld. Koning Willem was dat. Ja. Die was minder belangrijk, maar dat is Rutger. Die gaat hem spelen. Nee, Remco, dat is niet zo. Ja. Nee, ik, volgens mij ben ik Wolfgang. Nee, ik ben Wolfgang, hè? Nee, ik ben Wolfgang, toch? Kom je daarbij? Rutger, nou, omdat ik dat gewoon veel beter kan. Sorry mensen, even een klein misverstand weg. Ik was gevraagd voor Wolfgang, omdat Wolfgang was een genie. Ja. En daarom bellen ze mij. Kan ik ook spelen, is geen enkel probleem. Rutger, ja? Ik heb een cavia die Amadeus heet, dus ik speel Wolfgang. Ja, precies. Nou, ik heb toevallig vroeger noten leren lezen, muzieknoten, dus ik speel Wolfgang. Noten. Ik bedoel, jongen, hij is allergisch voor noten. Als deze man een boterham met pindakaas eet, gaat hij al over zijn nek. Dat is dus echt niet waar. Dat vind ik heel erg flauw dat je dat zegt. Er is maar één Wolfgang Amadeus Mozart. En dat ben ik. Nou ja, goed. Daar zijn we dus duidelijk nog niet over uit. Maar zondag wel hoor. Dan is het duidelijk dat ik... Komt helemaal goed, jongens. Kom maar kijken. Kom hier allemaal zondag en dan komt allemaal voor de bak. In De Doelen. Doei.